gemaakt liever door Michel Buitsch. Mijn sterke punten zijn dat ik weinig zwakke punten heb. En dat is ook direct mijn zwakke punt, dat ik geen specialiteiten heb. Zelden zo'n zelfbewuste jongeman ontmoet als Erwin Vervecke. Okay. Ja. Als broekje van 18 Nederland leren crossen, fan van Paul Herreigers en op zijn 16e Belgisch nieuwelingenkampioen. Een eerste van 5 titels. De juniores, de amateurs, tussendoor het mountainbiken en dit jaar de voorlopige bekroning, de titel bij de elite. Zijn favoriete rol altijd perfect waarmakend. Eigenlijk elke keer als ik favoriet ben geweest, heb ik het ook kunnen afmaken. Dus dan groeit dat zelfvertrouwen. Dus ik heb nog nooit gefaald. Er wordt dus wel eens kritiek gegeven dat ik te braaf ben, dat ik, misschien voor de populariteit is het beter om eens af en toe een stoute uitspraak te doen of eens uit te halen naar iemand, maar op het moment dat je echt goed bent, is dat dus best mogelijk, maar je kan ook direct terugvallen. Hè. En ik ben niet iemand die kritiek gaat geven op een bepaalde persoon. Berekend maar doeltreffend ook de manier waarop hij zijn studies aanpakte. Afgestudeerd aan het Hoger Instituut Ter Kempen, bedrijfsmanagement, 3 jaar, telkens met onderscheiding. Vervecke, ook daar, een primus. Dus ik heb altijd grote discipline gehad. En ik had niet zoveel les, ik had een 25 uur les per week. En dan daarna kon ik trainen. Dat was ideaal. Het eerste jaar helemaal, dus omdat ik nog geen rijbewijs had en daarna... Misschien kon ik universitaire studies gedaan hebben, misschien, ik weet het niet. Maar dan moest ik dus op kot en dat was helemaal niet te combineren met cross of met wielrennen. Dus ik heb voor dit gekozen. Spreken of zwijgen? Zwijgen. Veldrijden of boekhouden? Veldrijden. Veldrijden of mountainbiken? Ook veldrijden. Zand of modder? Zand. Logisch die laatste keuze. Vervecke won al 2 keer de Duinencross in Kokzijde en werd op dat terrein derde in het WK van 94. Brons op zijn 21ste. Ambitieus als hij is, moet Vervecke in de toekomst naar goud mikken. Om wereldkampioen te worden moet je misschien ook eens kunnen profiteren van echt een parcours dat je specialiteit is. Hè. Dus we zullen wel zien. Ik heb 1 jaar of 10 de tijd. Ik ben nog maar 23. Want dat was toch ook dikwijls vergeten. Het WK-parcours is snel en technisch veeleisend. Dat moet Vervecke liggen. De voorbije dagen trainde hij vooral op snelheid achter de Derny. De omloop in Montreuil vooraf verkennen, zoals nogal wat concurrenten al deden, hoeft voor Vervecke niet. Ik heb nou wel weinig stress, maar ik vind, je moet ook niet de stress gaan zoeken. Dus ik ga daar niet vooraf gaan kijken. En normaal gezien moet het toch tot mijn mogelijkheden behoren. Wanneer weten wij dat de Vervecke goed zit? Ik zal mijn vinger eens opsteken. Volgende zondag in Montreuil, Afspraak volgende week in Montreuil dus.